Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Welkom bij Excelsior 31 TV. Excelsior 31 speelde afgelopen zaterdag het laatste duel voor de winterstop. Er werd gespeeld tegen Barendrecht. Excelsior 31 hoopt voor de winterstop nog van die onderste plek af te komen. Laten we gaan kijken of dit gelukt is. Thank you.
verloren met 2-3. Dan denk je van, ja, spannende wedstrijd, maar dat was het eigenlijk niet voor je wel. Nee, op het laatst gezien was het nog een beetje spannend. Maar over de hele wedstrijd gezien denk ik ja, dat je vrij snel gewoon op een ruime achterstand komt. En dan is het gewoon lastig om tegen te spelen. Ja, en hoe gaven we de doelpunten weg? Want die gaven we toch eigenlijk ook een beetje weg, of niet? Ja, we hebben wel vaker eigenlijk een beetje door ons eigen slordige passing komen we toch gauw in een counter. En dan zie je bij de 0-1 ook, dan zie je dat ze er snel uitkomen en dat er gelijk raak is. Ja, dat is gewoon lastig. En weet je, dan moet je juist nog zorgvuldiger zijn aan de bal. En dat was het niet. Dus, Vond je het wel een verdiende overwinning voor Barendrecht? Ja. Ja, een verdiende overwinning voor Barendrecht. Eerste helft vind ik de mannen tegen misschien wel de kinderen. De kleinere kinderen, volwassen ploeg Barendrecht van tevoren ook gezegd. Deden het ook wel heel goed daarin. Ja, en hoe we de goals gemakkelijk, kinderlijk cadeau geven, zeg maar. Buiten dat, ik denk dat Barendrecht 4 keer op doel heeft geschoten. Hè, met die panel erbij die ze op de paal schieten. Dus daarin ook enorm effectief. Wij hebben nog best wel wat mogelijkheden gehad. Uiteindelijk mocht het niet zo zijn, hè, Leon. Helaas, zo sluiten we 2022 af met een nederlaag. De komende weken zijn we er nog wel voor een aantal weekjournaals. Heel graag tot dan! Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen.